vis, hoe heet het nou? Visfriet. Oh my god. Dit is zo goed. Maar ik vind het zo raar. Ik ben echt benieuwd hoe ik dit allemaal mee ga krijgen. Maar lekker de booty getraind. Nou, die zitten er weer in hoor. Ik moest hier zijn. En een hele aardige mevrouw. En één mango hebben wij ook nodig voor vanavond, want ik ga met Nadine een pokeball maken. Wat zei je dat altijd? Ja, ik vind het zo'n gore vingertjes rijden. Zo, het galmde daar heel erg. Goedemorgen. Het is vandaag maandag, dus welkom bij een nieuwe vlog. Ik heb me alvast lekker klaargemaakt, maar het was een aardig kort nachtje. Want ik had gisteren namelijk nog een verlaat kerstdiner. En daarna heb ik dus nog wat aan school gedaan. En toen uiteindelijk sliep ik om 2:30. En toen stond om 6:45 weer de wekker. Dus dat was amazing. Maar al met al voel ik me eigenlijk best wel top. Ik heb even het simpels aangetrokken. En ik wilde me klaarmaken en mijn lens indoen. Toen liet ik dus één lens vallen. En ik kon hem nergens meer vinden. Echt, ik heb denk oprecht 5 minuten gezocht met mijn zaklamp, gevoeld. Ik kon hem gewoon niet vinden. Ik dacht, wat is dit? Dus vandaar dat ik mijn bril op heb. Want ik had geen andere lens bij me. En zonder gaat het helemaal mis. Dus dat is een beetje jammer. Want ik hou er niet echt van om mijn bril uit huis te dragen. Niet omdat ik het per se lelijk vind, maar ik vind het gewoon onhandig. Maar goed, ik heb even wat lunch klaargemaakt. Nou, het is meer ontbijt eigenlijk. Ik heb nog niet gegeten. Het is een wrap lekker met wheatgrits en wat cottage cheese en paprika. En hier hadden we nog die pasta die vet lekker was met de kip en room en champignon. En ik neem even een eiwitshakeje alvast mee. Dus dit ga ik maar even in mijn tas doen. Ik neem ook even nog een t-shirt mee, want vorige keer had ik het ineens fucking warm. En we hebben vanavond volgens mij vanavond een soort picknick op school. Ja, bij de minor. En ik heb echt geen zin als ik daar dan weer helemaal warm en vies, dan voel ik me zo goor. Dus ik dacht, ik neem even een t-shirt mee. Maar goed, ik moet nu naar de metro lopen, want anders mis ik die ook weer. Dat zou ook een beetje zonde zijn. Dus ik pak dit allemaal even in en dan doe ik mijn schoenen aan en dan ga ik er vandoor. Wij zijn zo ontzettend lui. Wij zijn met de auto een stukje van 3 minuten gaan rijden om naar de visboer te gaan. Want wij wilden even wat halen. Nou ja, Sophie wilde eigenlijk even wat halen. Ze gaat dus visfriet halen. Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar het was dus op. Maar hij had nog 4 stukjes. Dus hij zegt, het is helemaal goed. Het is gratis voor jullie. Ik zeg, nou meid, het is fantastisch. Er staat een lekker muziekje aan. Het is enig. Oh, maar dat we met de auto zijn gegaan, zo erg. Het is echt, denk ik, 5 minuten lopen. Maar goed, we zijn toch maar even in de auto gestapt. Nou, we hebben de kisvingers. Vis, hoe heet het nou? Visfriet. Visfriet hebben we achter de rug. Ik heb er eentje geproefd, maar het is gewoon letterlijk eigenlijk visstick. Maar we hebben dus nu een picknick met z'n allen. We hebben allemaal vreten. Het is een geweldig. Is deze vers gemaakt? Zeker vers gemaakt door Eva. Lekker. Het ruikt lekker, hè? Lekker. En dit ook. Oh my god. Wow. Dit is zo goed. Iedereen is bezoek gegaan. Het is echt geweldig. Ook al die taart, nog een kwarktaart ook. En daarna gaan we een muziekbingo doen. Het is geweldig. We hebben vanochtend allemaal dingetjes wel gewoon een soort les gedaan. Plan van aanpak, feedback en zo opgegeven bij elkaar. Maar nu is het time to move. Het staat op het bord, jongens. Maar het is een muziekbingo, maar dat is dus van iemand hier uit mijn minor. Die dat dus eigenlijk allemaal al organiseert. En hij heet dus Time to Move en hij volgens mij organiseert het ook sporten voor iedereen, zeg maar. Dus hij heeft ook normaal sportbingo's, maar we gaan nu een muziekbingo doen. Maar het is toch helemaal enig. Kijk nou. Dit is gewoon mijn minor. Dit is toch geweldig? Kijk, dit is onze bingo-kaart. Dit is toch geweldig? Mexico. Ik vind het leuk. Ja! Het is inderdaad wel allemaal Nederlands. Dat is prima. Ja, dat wel. Kijk, nou dit is toch cute. Sophie heeft het aan mij gegeven. Zij had namelijk wel bingo en ik niet. En nu heb ik dit gekregen. Ik ben er helemaal blij mee. Zij wilde het niet, maar ik vind het enig. Echt zo leuk. Dat was weer geweldig. Nu lekker aan het opruimen. Ik ben inmiddels weer heerlijk thuis gekomen. En ik had dus laatst een pakketje besteld bij Tommy Hilfiger, een trui. En toen kreeg ik gisteren volgens mij een berichtje dat hij dus vandaag binnen zou komen. Maar Kenzo die zou eigenlijk moeten werken. Dus ik dacht ik stuur hem even naar een punt.
Dus ik dat helemaal ingevoerd in die app, bla bla bla. Staat hij uiteindelijk toch voor de deur. Maar Kenzo die ging uiteindelijk niet naar werk omdat zijn scooter dus nog steeds kapot was. En hij kan niet op een andere manier daar komen. Plus ze hadden nog geen nieuwe opdrachten voor hem. Maar nu hoef ik dus niet meer naar het personeelpunt. En is hij gewoon aan de deur geleverd. Dus op zich. En die meneer die zag er zelf ook niks van. Want er staat hier namelijk. Dit is het gewoon waar hij eigenlijk heen moest. Dat is Kenzo's adres. En hieronder stond dat hij dus naar het punt moest. Toen zei hij, stond hij aan de deur van, oh, ja, daar moest ik dus eigenlijk heen. Maar Kenzo die zei, ja, het is prima, want ik ben thuis. Maar ik ga hem eens even uitpakken. Als mij dat gaat lukken. Godgenomen. Ik snap dat niet, dat het dan niet werkt. Godverdomme. Alle soep. Alle soep. Ja? Nou, hoezo werkt het niet? Wat een poepzooi. Wat? Nou, dit. Ik krijg het gewoon niet los. Er zit er gewoon zo'n scheurrandje. Erg lastig. Nou, dit is hem. Dit is een beetje een fluffy groene trui. Kijk. Dit. Maar ik ga hem eens even aandoen. Ik kan het niet echt ergens goed neerzetten. Ja, ik vind dit dus wel echt chill. Gewoon lekker zo'n chille trui. Ook als je gewoon lekker naar een sportschool gaat. Dat je dit gewoon lekker aan kan trekken. Het is toch heerlijk. Nou, dit is hem. Oh, het kaartje zit wel echt nog helemaal kut in mijn nek. Maar dit is wel echt een lekker truitje. Gewoon een chille, relaxte teddy trui. Ik vind het enig. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. En Kenzo had om 9:30 de wekker gezet. Want hij moest even... Zijn scooter die werd gelaten maken, maar... Gisteren zou die eigenlijk al klaar zijn en toen hebben ze niks laten horen. Dus Kenzo dacht ik wel vandaag even, want hij had hem vandaag echt nodig. En hij was dus gisteren gewoon al klaar. Ze zeiden, ja, vader vergeten te bellen. Nou, lekker dan. Dus die is hem nu ophalen en daarna is hij naar een afspraak. Maar ik ga nu even een ontbijtje maken en daarna moet ik al mijn spullen, die hier door heel het huis liggen... Moet ik allemaal bij elkaar gaan rapen, want ik ga vandaag weer terug naar Sassijn. Mijn broer die komt me ophalen om 2:00. Dus ik moet echt even mijn koffer pakken. Echt, ik heb zoveel spullen hier liggen. Dus dat wordt echt nog wel een klus. Want dan zitten de 2 weken intro weken van mijn minor erop. En dat was dus de reden dat ik hier bij Kenzo was. Omdat het dus, nou dat weten jullie ondertussen wel, dat het gewoon heel veel scheelt met de reistijd. Maar nu heb ik straks alleen de maandag nog maar les. En soms heel misschien de woensdag. En dat is prima te overzien als ik dan 1 keertje gewoon een beetje op tijd op moet. Dus dat is allemaal wel te doen dan. Dus daarom ga ik gewoon weer naar huis. Dan kan ik gewoon weer lekker werken. En dat soort dingen. Maar ik ga even lekker mijn ontbijtje maken. En ik heb dus mijn nieuwe trui aan. Ik vind hem dus echt wel heel erg leuk. En hij is ook echt perfect qua... Ja, jullie zien het niet. Maar normaal... is het altijd heel erg lang. Of dan moet je het een beetje in je broek aan de voorkant doen. Nou ja, dat zou ik dan doen. Want ik vind het zo heel lang eroverheen niet mooi. Maar hij is echt een perfecte lengte. Dus daar ben ik wel echt heel blij mee. Oh. Huh? Hoe kan dat nou, ja? Maar ja, ik ga even hier ook een beetje opruimen nog. Want er staan nog allemaal pannetjes van gisteren. Dat we hadden geen idee meer om op te ruimen. Want we waren alle twee wel heel erg moe. Dus ja. Het wordt een beetje een opruimdagje. En ik wil eigenlijk vanavond nog wel het liefst sporten, maar vanmiddag. Maar dat gaan we even zien. En dan ben ik weer sportend bij de Maxi Gym. Ik ben toch wel erg benieuwd hoe het daar weer is. Want hier in deze sportschool moet ik zeggen, het is echt wel een hele fijne sportschool. Qua alle apparaten, het is gewoon heel groot. Netjes. Dus ik vind het wel chill. Maar ik ga dit even lekker afmaken. En dan daarna... Voor de rest alles een beetje opruimen en zo. Kenzo die had dus gisteravond nog mijn lens gevonden. Ik zei tegen hem, ik heb hem gisterochtend liet ik hem natuurlijk vallen. En dat was tussen de wasbak of tussen de wasmachine en de wasmand.
En nou, ik heb echt overal gezocht met flashlight. Ik kon het nergens vinden. En hij kijkt nu één keer en hij vindt het meteen. Maar hij was dus helemaal hard geworden. Maar ik had hem gewoon daarna in mijn lenzenvloeistof gedaan. Gewoon de hele nacht. En vanochtend zag hij er gewoon weer goed uit. Dus ik heb hem nu gewoon weer ingedaan. Maar nu zit ik dus op mijn telefoon. En het is, ik kijk zo raar. En nu heb ik dus zeg maar zo gedaan. Zeg maar doe ik even kijken hoe met één oog en ander oog. En nu zie ik dus oprecht veel minder met dit oog. Dus ik weet niet of een lens zijn sterkte kan verliezen. Dus ik ga thuis even testen met een nieuw setje of ineens dit oog achteruit is gegaan. Of dat het nu ligt aan die lens. Want het is zo gek. Want als ik nu zeg maar zo naar dingen kijk, zie ik het wazig. En als ik zo naar dingen kijk, dan zie ik het scherp. Nou, dat is toch raar. Ik vind het heel raar. Dus ik denk dat ik zo mijn bril maar weer op ga doen, want ik word er helemaal misselijk van. Want ik zie nu heel de tijd een soort van half scherp, half wazig. Ook als ik op mijn telefoon zit, dan is het helemaal zo, ja, ik kan het niet uitleggen, maar echt een beetje zo'n blur. Maar niet heel erg, maar gewoon alsof je een soort van een klein beetje dronken bent, zeg maar. Nou, dat is niet heel chill, want daar krijg ik sowieso, denk ik, de hoofdpijn van straks. Dus ik ga even maar mijn bril opdoen, denk ik. Maar ik vind het zo raar. Zo, ik heb de keuken even opgeruimd en nu is het dus tijd om mijn kleertjes allemaal te pakken. En ik heb al een klein beginnetje gemaakt, maar ik heb nu even de box gepakt. En ik ga maar even alles lekker opvouwen en dan inpakken. Echt, ik heb zoveel kleding hier liggen, het is niet normaal. Want ik had namelijk eerst al een koffer hier mee naartoe genomen. Toen ging ik even één weekendje thuis werken. En daarna heb ik nog een hele boodschappentas vol met kleding meegenomen. Omdat ik nog even gewoon wat schone kleren sowieso erbij wilde. Hier kan ik ook gewoon wel wassen, maar ik wilde ook even dingetjes voor feestjes en zo. Dus het zijn aardige kleertjes en spulletjes. Hier ligt ook van alles nog, dus het wordt even goed zoeken allemaal. Nou jongens, willen jullie wat ernstig zien? Ik wist niet dat ik zoveel bij me had. Ik heb nu alles verzameld en opgevouwen. En alles op mijn bed gelegd. Maar kijk nou, alsof ik hier maanden ben geweest. Het staat toch helemaal nergens op dit? En hier al mijn schoenen nog. Laptop, nieuwe schoenen. Ik vind het bizar. Ik ben echt benieuwd hoe ik dit allemaal mee ga krijgen. Ik denk gewoon in een boodschappentas en dan in mijn koffer of zo. Ik heb al die schoenen natuurlijk ook. Oh mijn god. Dit is toch niet normaal? Maar dit is het wel. Het is niet nog meer. Ik heb nu wel echt alles verzameld. Dus ik ga even kijken hoe ik dit allemaal in tassen, koffers mee kan nemen. Dus ik ben erg blij dat Mick mij ook komt halen, want dit had nooit met het OV gekund. Dat had echt vreselijk geworden. Nou, alles zit in de tasjes en mijn koffer hoor. Mijn hemel, wat een spullen. En we hebben intussen ook alvast even lekker geluncht, want ik heb al het broodje in de oven gedaan. En nu ga ik heel even nog achter mijn laptop zitten, want ik moet even wat e-mailtjes beantwoorden van mijn SLB'er over mijn stage. Hoe heet dat? Stage dossier, want ze zegt je kan hem in principe wel inleveren en dan plannen we even dus een eindgesprek in en dan kan ik je dus beoordelen, dus dat is op zich wel nice. Maar mijn e-mail van mijn schoolmail deed je dus niet meer, dus ik had er even een bericht gestuurd via mijn eigen Hotmail of via die weg konden communiceren. Toen zegt ze dat is prima, dus toen had ze even alle mailtjes naar mij gestuurd die ze dus naar mijn schoolmail had gestuurd.
En daar ga ik nu even allemaal op reageren. Want ik kreeg die gisteren allemaal binnen en toen had ik allemaal geen zin in. Dus dat ga ik nu even doen. En daarna kon Mick me ophalen. Die belde me net en die ging even nog wat eten. En daarna kwam die deze kant op. En dan ga ik weer naar huisje toe. En mijn slak moet ik niet vergeten. Nog steeds zo blij mee. Ik vind het enig. En dan ga ik hem weer verlaten. Mijn jongen. Hij gaat me wel missen. Ik heb heel even, nadat ik mijn spullen allemaal had uitgeruimd boven en zo, heb ik nog even aan mijn plan van aanpak, beoordelingsformulieren gezeten. We moesten namelijk 2 mensen PP beoordelen en dan jezelf moet je ook beoordelen. Maar dat van mezelf moet ik vanavond nog even doen, want dat heb ik niet gedaan. Maar ik heb nu wel 2 andere beoordeeld. En dat naar hem toegestuurd, want dat moeten we namelijk ook vanavond inleveren. De deadline was gelukkig verplaatst van gisteren 12 uur naar vanavond 12 uur. Dus ik moet hier en daar van mijn plan van aanpak nog een beetje aanpassen op de feedback die ik dan heb gekregen van klasgenoten. En ik moet mezelf feedback geven. Dus dat moet ik zo nog even doen. Maar voor nu heb ik dus die 2 dingen naar hun toegestuurd. Via Discord. Echt, dit is zo onoverzichtelijk, maar toch ook wel weer overzichtelijk. Maar goed, ik ga zo even lekker koken met Mick. Maar dat gaan wij koken. Heb je dit ook hard staan? Jij hebt het hard staan. Ja. Kijk, mama heeft ook nog een leuk plankje boven de tv gehangen. Dat is nieuw. Dat is helemaal stylish. Ja, hoe laat zit het? Ja. Mama die appte net in onze chat. Zegt ze. Trein is vertraagd en poepvol. Hashtag chagrijnig. Ik ga straks wel lopen naar huis. Tuurlijk, we staan nu ook weer stil. Gezellig. En dan FML. Fuck mijn lijf. Ja? In blokletters, FML. Maar ik heb er even een bericht gestuurd. Ik wil je wel ophalen hoor, van het station. Dus ik even lekker rustig buiten wil lopen. Ik hoor het wel. Ja, doe ik. Nou, we hebben inmiddels alweer lekker gegeten. We hadden gevulde paprika's. En het was zo simpel om te maken. Het was zo'n zak, een zak van hak volgens mij. Letterlijk. Ik pak ondertussen even mijn sportspullen. Maar dat waren gewoon bonen en zo. En die vulling moest je gewoon letterlijk in die paprika's doen. En dan gewoon een beetje kaas eroverheen. Dus dat was vet easy. En daarnaast gewoon een beetje rijst. Maar ik ga dus nu even mijn spulletjes pakken. En dan ga ik sporten. En daarna ga ik mijn deadline afmaken. Want daar had ik nu nog geen zin in. Dus ik dacht ik ga eerst even lekker sporten. Het is nu 8:15. Dus ik hoop dan rond 9:30, 9:15 thuis te zijn. En dan heb ik daarna gewoon nog lekker 2 uurtjes om die deadline af te maken. Dus ik pak even verder mijn spullen en dan ga ik de fiets op naar de sportschool. Daar zijn we weer eens in het oude sportschooltje. Natuurlijk heel de tijd in Amsterdam gesport. En daar, omdat ik daar natuurlijk altijd bij de kennis was, maar nu lekker weer hier sporten. Dus we gaan er maar weer lekker voor. Nou, dat zit er weer op en dat zie ik eruit helemaal verstooid. Ik heb ook echt een zwerver outfit aan. Echt een heel lang lelijk zwart shirt. Ik moet eigenlijk echt een beetje nieuwe sportkleding kopen. Maar lekker de booty getraind. En nu ga ik lekker naar huis een eindje shake drinken. En even misschien douchen. Even lekker. Wel fris. En dan even mijn deadline afknallen. Dus ja, laten we dat maar lekker gaan doen. Maar dit, oh, heerlijk. Ik had het zo koud, dat ik gewoon dit sexy ding aan heb getrokken. Mijn badjas. Dikke sokken. En buks. Of nee, ja, mijn sloffen. Maar oh mijn god. Ik heb het allemaal ingeleverd. Oh, wat een gedoe was dit zeg. Ik wist dus niet dat het hier moest. Maar het moest dus in een ander linkje. In een OneDrive. En dat is dan van ons leerteam. Nou, ik snapte er echt de ballen van. En ik kon niet inloggen. Het wordt die fucking authenticator app. Ik vind dat zo irritant. Maar mama die ligt al te slapen. Iedereen eigenlijk. Mick ook. Dus ik moet een beetje zachtjes praten. Maar ik ga nu lekker. Ik heb dus nog niet gedoucht. En dat kan dus nu ook niet meer. Want dat mag nooit in de avond. Dus ik ga maar gewoon make-up afhalen.
tanden poetsen en gewoon maar mijn bed in. En dan lekker slapen in mijn eigen bedje. Alleen. Oh my god. Een hele goede morgen vanuit Sassenheim. Ik ben er weer, joh. En ik heb heerlijk geslapen in mijn bedje. Mijn zachte matrasje. Maar ik moet zeggen, ik heb echt niet per se beter geslapen of zo dan mijn kind. Vroeger sliep ik bij Kenzo wel echt gewoon slecht. Ik heb trouwens mijn bedje nog in. Voor als ik er naar praat. Maar toen hij dat kleinere bed had, dan was hij nog harder. En toen had hij ook niet zijn kleed voor zijn raam hangen. Dus was het allemaal heel licht. Toen sliep ik altijd zo verschrikkelijk kut bij hem. Maar nu heeft hij dus dat oude bed van mij. Dus die is groter en iets zachter. En heeft hij dus wel zo'n soort kleed voor het raam, waardoor het echt donkerder is. En ik heb mijn eigen kussen daar natuurlijk liggen. Dus nu slaap ik daar gewoon goed. Dus daar ben ik echt zo blij mee. Want anders had ik deze afgelopen 2 weken daar echt niet kunnen zijn. Maar ja, hier heb ik dus ook weer heerlijk geslapen. Ik had nog even een kruik gemaakt voor een bed. Want ik had het heel erg koud. Dat heb ik altijd na het sporten. Dan koel ik af. Maar ja, ik mag hier niet in de nacht douchen van mama. En dat vindt ze niet chill. Dus dat kon ik niet meer doen. Dus ik kon niet meer opwarmen. Dus ik dacht, ik maak even deze. En dan leg ik die lekker in bed neer. Die is ook zo zacht. Echt fantastisch. Maar ik ga nu even lekker douchen. En dan eten. En dan naar Schiphol voor vaccinaties voor Jordanië. Dan had ik een afspraak gemaakt bij de KLM. Nog is. En ik heb al mijn vaccinatieboekje besteld. Want dat had ik nog helemaal niet. Dus je moet meenemen. En dan gaan ze me daar adviseren welke vaccinaties ik krijg. Zeg maar hepatitis A, B, weet ik veel allemaal. En dan krijg ik ze ook meteen ingespoten, zeg maar. Dus daar moet ik om 12 uur zijn. Dus ik ga even rustig nu douchen, ontbijten en dan rustig klaarmaken. Nou, daar ben ik hoor. En wat is het weer een zalig weertje. Er stond net daar ergens en daar mocht ik niet parkeren. Dat was alleen voor bezoek of nou ja, abonnementhouders. Ik dacht echt, waar ben ik? Ik dacht, het is gewoon bij Schiphol, maar het is dus helemaal ergens anders. Het is dus hier in dit gebouw. KLM. Nou, ik kon gewoon niet. De goede klemtoon van KLM kwam er gewoon niet goed uit. Maar het is van KLM Health Services. En dat is dus het gebouw hier links. Dus daar gaan we maar heen. Ik heb hem nu gelukkig hier achter kunnen zetten. Gewoon met zo'n blauwe kaart. Dus dat is prima. Dat is ook lekker niet betaald. Maar ik moet dus nu hierheen. Ik ben heel benieuwd. Want ik heb eigenlijk ook geen idee welke vaccinaties ik zelf al wel of niet heb. Ik probeer dat even met mama nog op te zoeken. Maar we konden het niet vinden. Dus ik hoop dat zij misschien ergens in mijn medisch dossier kunnen kijken. Voordat ik ergens dezelfde prik in mijn lichaam krijg. Wat niet nodig is. Dus we gaan het zien. Ik ben erg benieuwd. Nou, die zitten er weer in hoor. Ik moest hier zijn. En een hele aardige mevrouw, die ging mij helpen. Ik zeg, ja mevrouw, ik weet echt niet wat ik heb gehad of niet. Toen zegt ze, nou, vaak heb je het rondje 10e gehad. Dus ik geef je nu een tweede hepatitis A heb ik dan. En een DTP. Dus ja, ze zitten erin. Links en rechts. Het is done bij de KLM Health Services. Helemaal top. Dus we gaan nu weer lekker terugrijden. En dan wilde ik eigenlijk gaan sporten. En daarna ga ik even boodschappen doen. Lekker windje ook weer. Dus ik hoop dat jullie mij horen. Boodschapjes doen voor lekker. We gaan een pokeball maken, denk ik, vanavond. Deze auto rijdt gewoon door. Oh. Dank u. En dan ga ik lekker met Nadine eten. Dus helemaal gezellig. Ik ben even bezig met het maken van een lunchje. Ik ga lekker eitje pakken. Of maar broodjes, denk ik gewoon. Ik had namelijk die wraps. Ik had van die maiswraps, maar die had ik gekocht voordat ik wegging. En die zijn nu helemaal beschimmeld. Echt zo goor. Dus die ga ik zomaar even weggooien buiten. Dus ik doe het maar gewoon even op brood. Hè? Prima. En even een crackertje en een rijstwafel. En dan dus sporten. Maar ik moet even kijken of ik überhaupt nog sportkleding heb. Want ik heb denk ik oprecht al mijn broeken in de was zitten. Maar ik zie nu daar een sportlegging buiten aan de waslijn hangen. Misschien is die al droog. I don't know. Ik ga eens even kijken. Het zou erg fijn zijn. Want volgens mij heb ik voor de rest echt alles in de was zitten. Ik ga eens even kijken. Nee. Niet echt. Die band is nog wel nat. Nou, ik hoop dat ik nog zo'n kort broekje heb. Ik dacht dat ik nog zo'n bordeaux had. Hoop ik. Dus dat moet ik nog maar even bekijken allemaal. En ik moet nog even mijn pakketje. Want ik had een legging. Die legging natuurlijk verkocht.
Maar die heb ik natuurlijk toen niet weggebracht omdat Kensho's band lek was. Dus dat moet ik nu zelf even doen. En dan kan ik voor het eerst op een scooter rijden. Ik ben erg benieuwd hoe dat ding rijdt. Want Mick gebruikt hem nu nadat hij was gemaakt. En ik heb er nog geen één keer op gereden. Nou, ik heb even mijn sportspullen gepakt. En ik moet even naar de Biep, want deze moet ik eigenlijk verlengen. Kijken of het nog kan. Want mama had het al 2 keer gedaan, zei ze. En ze zei het kon niet meer. Dus ik ga even vragen of het nog kan. En als ik hem inleveren. Maar ik vind het zonde, want ik ben nou hier. En dan moet ik dat pakketje wegbrengen. En dan ga ik sporten. En daarna ga ik dus meteen door boodschappen doen. En dan meteen naar Nadine. Een hele planning, jongens. Het is niet normaal. Maar ik ga die scooter op. En ik ben zo benieuwd. Want hij is namelijk naar de maker geweest. En hij rijdt dus nu 70. Dat is niet normaal. Ik had hem namelijk eerst naar de maker gebracht. En toen ging Mick hem ophalen. En toen reed hij dus terug. En toen ging hij dus maar 25. Toen is hij teruggegaan van het klopt niet. Toen hebben ze dus de goede erin gezet. Maar nu rijdt hij dus, normaal reed hij 55. En Mick die trok hem nu open tot 70. Echt niet normaal, dit ding. Nou, ik durf dat niet hoor. Maar ik ga eens kijken. Nou, dat is allemaal weer geregeld. Ik ben naar de Biep geweest. En ik mocht, nou, verdomme. En ik mocht mijn boek gelukkig nog verlengen. Jongens, dan kan ik het tenminste uitlezen. Ik had er de hele tijd geen tijd voor. En ze zegt, nou weet je, eigenlijk mocht het niet. Maar ze zegt, het is inderdaad zonde. Dus ik mag hem nu tot 29 maart. En dan moet ik hem uit, dan moet ik hem echt terugbrengen. En ik moest voor mama nog even langs de Albert Heijn. Want ze hadden daar in de aanbieding mango's en avocado's. Die heb ik nu ook gehaald. En 1 mango hebben wij ook nodig voor vanavond. Want ik ga met Nadine een Pokémon maken. Dus ik heb er voor ons 1. Voor ons ook alvast 1 gehaald. En nu heb ik gewoon mijn sportkleding meegenomen. Want ik dacht, ik ga hem hier gewoon even omkleden. Als ik dan klaar met sporten ben, dan kan ik hem gewoon weer omkleden in deze kleding. En dan kan ik gewoon hier boodschappen doen bij de diepels. En dan kan ik daarna gewoon meteen door naar Nadine. Want daar zou ik om en nabij over een uurtje, anderhalf uur heen gaan. Dus dat is dan helemaal perfect. Maar ik ben benieuwd hoe mijn armpjes zijn op zich nog oké. Ik ben ook echt in alle 2 geprikt. Ik heb nu ook nog steeds die pleistertjes volgens mij om. Die mogen er wel af. Maar goed, ik ga hem even omkleden en dan lekker sporten. Dus we gaan er weer voor. Nou, mijn gewone workoutje zit er weer op. Maar dan wil ik nog heel even eindigen met een kwartiertje, 10 minuten kwartiertje rennen. Maar deze schoenen, jongens, zo sexy hieronder. Maar goed, ik ga even die loopband op. Ik heb weer heerlijk gesport. En daarna ben ik even naar Digros geweest om boodschapjes te doen. En nu zijn we lekker aan het kopen. Nee, aan het dienen. Maar we gaan een Pokéball maken. En ik heb zalm gehaald, want daar had ik gewoon mega veel zin in. En ze waren ook nog in aanbieding. En dan doe ik met deze krokante knietjes. En dan gewoon lekker met rijst, mango, paprika, komkommer, chippies. En ik heb dus deze gehaald, want hier zit veel suiker in. Het is echt niet normaal. Oh, zelfs in deze zit al, wat is het? 21 gram. Ja, en die andere gewoon bij 46 gram suiker. Per 100 gram, dat is toch niet normaal? Oh, daar heb ik echt nog nooit naar gekeken. Ja, het is echt. Oh, en we hebben nog mais en ik heb nog kikkererwten, maar ik weet nog niet per se of ik dat erin ga doen. Oh, en avocado, oh my god. Oh, dit was wel heel lekker. Ik heb toch wel heel nodig gehad. Ja, ik kom je helpen. Dit is een hele ding, meid. Nee, er was geen kleinere ook. Maar dit is echt genoeg. Ja, dat is echt genoeg, inderdaad. Nou, we gaan dit even lekker afmaken. Was jij dat ook? Ja, ik vind het zo gewoon vinden vies rijden. Wij gaan lekker eten. Het is niet normaal. Nee. Het is zo lekker. Ik heb hier zoveel zin in. Ik heb hem ook helemaal bomvol gegooid. Maar we hebben ook nog chipjes. Zo lekker. Oh, ik voel je ook helemaal weer verstrooid uit. Nou, meid, eet smakelijk. Nou, wij hebben even heerlijk gegeten. Dit licht doet heel raar met mijn helmpje op mijn kop. Maar daarna hebben we even gechilled, even gekletst lekker en op de bank. De Sleepers of zo gekeken. Een soort van Mokkere Mafia op Videoland. Even 2 afleveringen lekker theetje gedaan. Helemaal heerlijk. En op een gegeven moment kwamen die katten helemaal bij mij liggen. Ik zal nog wel een filmpje er zo laten zien. Ik had op Snapchat gemaakt. Maar ik had dus mijn benen naar voren en daarover een dekentje. En toen gingen ze alle 2 daar zo liggen. Zo schattig. Maar goed, ik ga lekker de scooter nu op. En dan lekker naar huis. Want ik werd ineens ook zo moe. Ik heb heel veel zin om te slapen. Dus dat ga ik nu ook lekker doen. Een hele goede morgen, lieve mensen. Het is vandaag, ik heb weer eens geen idee. Het is vandaag donderdag.
En ik heb zo meteen om 9 uur een Zoom-meeting met een externe. Waar we vorige keer ook al een meeting mee van mijn minor en dan mijn leerteam. Dus dat is gewoon online. Maar daarom heb ik wel gewoon lekker vroeg mijn wekker gezet. Nou ja, 8 uur. En ik heb alvast mijn gezicht gereinigd, tanden gepoetst en even een washandje hier en daar gehaald. Want ik wil vanmiddag even lekker uitgebreid douchen, mijn haar wassen. Want ik wil vanmiddag nog sporten en dan doe ik het na het sporten even. Dus ja, maar ik ga nu even een ontbijtje maken. Want het is nu bijna 8:45. Dus dan kan ik nog even wat eten voordat we de Zoom-meeting ingaan. Dus ik ben weer erg benieuwd. Maar het is echt zo'n leuk mens. Dus het is echt sowieso weer heel gezellig. Nou, ik heb intussen het gesprek gehad met Aniek. Maar de helft van ons team die was ziek. Dus dat was een beetje jammer. Maar wij hebben met z'n drieën, met Sophie, ik en Valerie, hebben we wel gewoon het lekker gehad over ons project. Wat we nog nodig hebben. En hoe we misschien een beetje aan kunnen pakken dat we het andere deel van het leerteam er meer bij betrekken. Dus daar hebben we wel iets aan gehad. Maar het was een uurtje korter. En daarna heb ik even heerlijk in het zonnetje daar buiten gezeten. In het hoekje. Daar zit Mick nu. Daar zit je zo lekker. Het is gewoon echt warm. En nu ben ik ondertussen... Ik had natuurlijk deze agenda gekocht. Maar ik vind het toch echt totaal niet werken voor mij. En ik ben er dus binnenkort achter gekomen. Nou ja, dus 2 dagen geleden. Dat je dus je agenda in je telefoon ook zo kan hebben met die blokken. Dat wist ik niet. Ik dacht dus alleen dat je het gewoon of zo kon hebben. Of zeg maar met al die puntjes gewoon, weet je wel. En dat je het dan zo onder elkaar ziet staan. En dat vond ik gewoon op de een of andere manier onoverzichtelijk. En als ik het zeg maar zo heb, dan ziet het er hetzelfde uit als dat ik zeg maar dan hier heb. Waardoor het in mijn hoofd allemaal een stuk overzichtelijker is. Dus dat werkt nu gewoon voor mij. En ik ben helemaal blij daarmee. Dus ik heb nu gewoon alles wat ik hierin had gezet van de belangrijke data. Want we hadden zo'n documentje. Met alle belangrijke data van deze minder. Van deadlines, hoe de weken eruit zien, bla bla bla. Dat had ik dus allemaal in die agenda geschreven. Maar nu heb ik het dus allemaal weer overgezet naar op mijn laptop. En het geeft me helemaal weer rust in mijn hoofd. Dus ik ben helemaal blij. Maar ik ga nu even wat eten en dan sporten. En daarna naar Amsterdam. Voor mijn stagegesprek nog. Maar ik hoop dat ik dat allemaal red. Want ik moet er om 3 uur zijn. Het is nu 11:30. En dan moet ik nog eten, omkleden. Nou ja, we gaan het zien. Ik ga even kijken hoe laat ik de trein moet hebben. En of het allemaal gaat lukken. Oh my god, deze lunch is zo lekker. Ik had hier dus nog zalm van gisteren. Heb ik hieronder een klein stukje gesneden met sojasaus en dan die avocado eroverheen. Hier een eitje met home avocado en hier kipfilet met avocado. Nou, dit is... Oh, ik heb hier zoveel zin in. Dan hierin heb ik koffie, een beetje havermelk en eiwitpoeder. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit gaat smaken. Dus dit ga ik even lekker opeten. Well, change of plans. Ik heb even lekker gegeten, zoals jullie konden zien. Het was zo goed, oh mijn god. Maar ik heb nu even mijn vlog geëdit, want die moet natuurlijk om 4 uur online. Plus, ik red het sowieso niet meer om te gaan sporten en dan te willen douchen en mijn haar wassen en omkleden. Want ik ben echt een traagzaad daarin. Dus ik ga vanavond gewoon sporten. Ik doe wel nu een beetje make-up op mijn hoofd. En dan doe ik vanavond gewoon lekker douchen, mijn haar wassen en dat soort dingen. Dus ik heb nu ongeveer om en nabij 40 minuutjes om even klaar te maken. Nou, dat moet wel lukken. En dan ga ik dus even naar de HVA. Oh mijn god, daar ben ik zo lang niet geweest. Oh, kun jij hem even zo vasthouden? Dan geef ik mij man. Ik kan hem nergens neerzetten. Oh, amazing. Daar ben ik zo lang niet geweest. Ik moet naar Benno Bremselhuis. Daar heb ik gewoon altijd les gehad. Voor mijn stagedossier moet ik van onderbouwen of zo. Ik moet nu even een eindgesprek met mijn stagedocent daar. Dus ik ben erg benieuwd met Katelijne. We gaan het zien. Ze heeft een kamertje voor ons gereserveerd van 3 tot 4. En dan moet ik volgens mij even gewoon laten weten hoe heel mijn stage was. En dan krijg ik gewoon een beoordeling van haar. En hopelijk is het dan allemaal afgerond. Dan is mijn stagedossier goedgekeurd. Mijn eindbeoordeling van Anne-Sophie, dus gewoon van Pakhuis de Zwijger. En dan mijn eindbeoordeling van mijn stagedocent, dus Katelijne van Schop. Dus ik ben erg benieuwd. Ik hoop het. Dan heb ik dat eindelijk afgevinkt. Na echt langer dan een maand klaar te zijn met mijn stage. Ja, dat komt ook wel door mezelf. Zo, ik heb me even opgekalifaterd. Mama dat wel eens zegt.
Oh. Dat is lullig. Maar ik ga gewoon nadat ik die afspraak heb gehad, gewoon meteen door naar de sportschool. Ik dacht, dat is vet slim, want ik ben daar toch. En anders ga ik weer naar huis en dan avondeten en dan ben ik weer moe. En dan heb ik misschien geen zin meer. En nu ben ik er toch naast, dus kan ik meteen sporten. En dan heb ik alvast vast lekker gesport voor het avondeten. Dus ik heb even een banaantje mee en een koekje, voor als het nodig is hoor. Voordat ik begin met sporten, is het altijd wel lekker om nog iets in je buik te hebben. En ik neem gewoon nog water mee en ik heb dan mijn sportspullen gewoon mee. En dan kan ik me daar lekker omkleden en dan kan ik lekker sporten. Ik vind het amazing. Zo, het gesprekje zit er weer op. Maar meid, het was zo warm in die kamer. Niet te filmen. Ik had gewoon zo'n trui aan. Het was zo warm. Ze zegt, ja, kan je hem uitdoen? Ik zeg, nou, ik heb gewoon een hemdje aan. Dus ik ga er niet per se hier mijn hemdje zitten. Maar goed, het was wel even een chill gesprek ook over afstuderen en zo. Want daar heb ik zelf nog helemaal geen informatie over überhaupt opgezocht ook. Het is mijn eigen schuld, maar ook alle informatiedagen en deadlines en zo heb ik daarvan gemist. Dus daar hebben we het ook even een beetje over gehad. Zo, het galmde daar heel erg. Maar voor de rest, voor mijn stage dingen, zei ze, is allemaal ingeleverd in onstage, dus dat is prima. Dus volgens mij heb ik dat wel gewoon gehaald. Geen idee wat voor cijfer, maar dat moet ze nog, dat laat ze nog weten. Zeg maar, ze moet via een rubriek gewoon nog even het beoordelen. Maar verder moet ik dus, tijdens dat ik nu mijn minor aan het doen ben, moet ik dus ook soort van bezig zijn met mijn afstudeervoorstel. Vind ik zo onhandig. Ik moet 11 april moet ik dus mijn startdocument inleveren over wat ik dus ga doen als afstuderen. Ga ik product doen? Ga ik onderzoek doen? Ga ik een eigen onderneming? Bla bla bla. Dus daar moet ik allemaal nog ook naar gaan kijken. Naast dat ik dus ook gewoon alle dingen voor mijn minor moet doen. Dus dat moet ik allemaal nog maar bekijken. En ik loop nu even terug naar de metro en dan ga ik dus lekker sporten. Ik heb er wel echt zin in. Even lekker. Het is ook weer heerlijk weer. Het is niet normaal. Zo, daar ben ik weer hoor. In de sportschool. En ik had dus al mijn kleding meegenomen, dus ik moet me nu nog even omkleden. En dan ga ik lekker sporten. En dan ben ik denk ik rond 6:30, 7:15 klaar. En dan ga ik naar huis, dan kan ik eten. En dan heb ik heerlijk de avond niks. Daar heb ik zoveel zin in. Dus ik ga maar even lekker omkleden en sporten. Zo, na het sporten ben ik nog heel even snel naar de Digros gegaan. Daarnaast even wat kwark gehaald en nog wat beleg. Want we hadden niet zoveel meer. Ik had ook de laatste kipfilet even opgemaakt. En daarna hebben we lekker gegeten. Lekker. Spruitjes hadden we. En gewoon aardappeltjes en een kipsnitzel. En nu ga ik even lekker douchen. En mijn haar wassen, wat hoor ik nou? Oh, mijn hond. En lekker mijn haar wassen. Oh, daar heb ik zoveel zin in. En daarna hebben we girls night. Mama zei, wanneer ben je een keer thuis in de avond? En Mick, die was toevallig, is die weg. Zo zegt ze, oh, hebben we dan een girls night? Zijn we dan lekker met z'n tweeën? Zo schattig. Dus wij gaan een lekker filmpje kijken vanavond. Chillen, relaxen, theetje doen. Helemaal lekker. Dus ik ruim dit allemaal even op. En dan spring ik onder de douche. En dan mijn haar wassen. I cannot wait. Very good, very nice. Ik heb trouwens echt vet goed getraind. Squatten gaat echt steeds beter. Dus ik kan het ook steeds meer met meer gewicht. Maar ik wil gewoon eerst zorgen dat mijn vorm echt goed is. Voordat ik dus meer gewicht ga doen. Maar het gaat echt steeds beter. En ik word, nou, volgens mij, ik word ook echt steeds sterker. En dat is wel echt leuk om te zien. Dus dat je echt wel vooruitgang maakt. Anyway, ik spring lekker die douche onder. Ik heb even heerlijk gedoucht. Ik zie er nu ook weer echt uit als een of andere naakte molrat. Maar Nadine die had dus corona en op mijn minor ook waren heel veel mensen ziek. En ik voelde me echt wel een beetje net zoals dat ik vorige keer corona had, maar dan heel licht. Gewoon veel niezen en een beetje hoesten. Dus ik dacht, nou, ik test misschien toch maar eventjes. Dat had ik beter niet kunnen doen. Want de uitslag is daar. Dat vind ik een beetje jammer. Maar ik heb nu werk geappt, want ik zou morgen moeten werken om 10. Of ze het erg vinden of ik kom. Of dat ze liever hebben dat ik niet kom. Dus ik wacht nog even op antwoord. Maar ja, beter nu
dan op mijn verjaardag. En nu kan ik gewoon nog een beetje lekker bijsterken. Gezond worden voor mijn verjaardag. Dus dat is top. Maar ik ga nu gewoon wel met mama lekker filmpje kijken. Ik zit op afstand. Nou, mama wordt altijd boos als iemand ziek is. Maar ja, kan ik er wat aan doen? Ik doe gewoon gezond eten. Ik slaap goed, ik sport. Dus meer kan ik er ook niet van maken. Nu ik ook weer allemaal kwarkbakjes haal. Mickey heeft het ook altijd. Heb ik nu even op mijn RL van Roosje ingezet. En een foto naar hem gestuurd. Deze is van mij. Dan blijft hij daar tenminste vanaf. Want anders gaat het allemaal erg op. Dus ik heb nu weer lekker nog een bakje kwark. Wij hebben heerlijk Sofdrie gekeken. Maar ik voel me wel steeds zieker worden, moet je zeggen. Maar ik ga morgenochtend maar gewoon even kijken hoe ik wakker word. En dan kijken of ik ga werken of niet. Maar ik ben alleen maar aan het hoesten. Mijn keel doet zeer. Oh, ellende. Oh. Ik ga nu maar gewoon lekker slapen. Maar ik slaap bij deze meteen de vlog even af. Ik schrik me dood. Ik dacht dat jij al sliep. Oh, mens. Maar heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat zeker even een duimpje achter en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan hoop ik je natuurlijk weer te zien in mijn volgende video.